Meneer minister-president, het waren cynische woorden die bij uw introductie uitsprak. U spreekt over excelleren en innoveren. Wel, de keuzes die u maakt, dat zijn foute keuzes. Dat zijn onbegrijpelijke keuzes. Er zit een systeemfout in uw denken. Uw agenda die is wel duidelijk. De cultuur is voor u een vehikel voor de Vlaamse natievorming, om de geesten te laten rijpen en vervolgens de harten te winnen voor Vlaamse onafhankelijkheid. U heeft waarschijnlijk geen besef dat er 2 miljoen Vlamingen actief zijn in een toneelvereniging, harmonie, amateurvereniging. U legt de humus droog. Maar weet u, zonder humus is er gewoon geen excellentie. En de humus, dat zijn de honderden studenten van de kunsthogescholen, de beginnende kunstenaars die buiten staan, die u hun dromen afneemt. En de crème de la crème van onze Vlaamse cultuur, van onze podia, van onze fantastische televisiefictie die hier zitten, zij waren ook ooit studenten. Ze droomden ervan om hun talent te ontplooien. Dankzij hun talent, hun inzet, staan ze waar ze staan. En zij werken dag aan dag op dat de Vlaming kan genieten van hun fantastische muziek, beeldende kunsten en tv-series. Hun werk samen, dat is de kanon. Zij geven vorm aan Vlaanderen, zelfs aan onze Vlaamse waarden en normen, inclusief Sinterklaas die hier zit.